En welkom terug op ons YouTube-kanaal. Eerst en vooral, voor we beginnen aan deze nieuwe video, wil ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Namens mezelf. En Chelsea. Namens Chelsea, of course. En we hebben iets helemaal nieuws in petto voor het nieuwe jaar 2020. Namelijk Challenge Accepted. Wat is Challenge Accepted? Achter ons zien jullie deze potjes. Wie ons op Instagram volgt, heeft deze waarschijnlijk ook al eens langs zien komen, aangezien we het wel redelijk wat hebben geteased. En in deze potjes zitten ieder 60 boekjes, geschreven op lotjes. Mijne is deze, die van Valerie is die. En wat we eigenlijk gaan doen is, dit jaar gaan we proberen, omdat het 60 zijn, minimaal, we moeten minstens 5 boeken uit deze potjes hebben gelezen Chelsea om onze en ik, challenge te halen. We hebben allebei een selectie gemaakt uit onze boeken die wij nog hebben liggen van vorig jaar, die dat wij absoluut willen lezen. Mm-hmm. We hebben onze boekenkast bekeken, we zijn er eens heel goed voor moeten gaan zitten. En we hebben elk uiteindelijk 60 titels gekozen waarvan wij denken, oké, kijk, die moeten echt in 2020 gelezen worden. Het kunnen er ook om en bij de 60 zijn, ja. Want wij hebben deze potjes gemaakt. Half december. Dus dat gaf ons eigenlijk ook al een head start om te beginnen. Aangezien we waarschijnlijk niet iedere maand echt 5 effectief zullen kunnen lezen. Waarom doen we dit? Omdat we gewoon echt vinden dat die 60 of ongeveer 60 boeken die dat hierin zitten, absoluut weggewerkt moeten worden tegen het einde van 2020 en het begin van 2021. Wat is nu precies de bedoeling van Challenge Accepted? Dit is mijn potje, het is Chelsea's potje. En de bedoeling is dat bij TBR Thursday ik 3 potjes ga trekken. 3 potjes. Dat ik 3 loodjes ga trekken uit Chelsea's potje. En dat Chelsea 3 loodjes uit het mijne zal trekken. Die boeken moeten wij proberen te lezen in die maand. Daarnaast hebben we nog de vrijheid om zelf 2 extra boeken te kiezen uit het potje. Dus door een lotje te trekken of gewoon zelf een titel waar we echt heel veel zin in hebben. Ja. Of we het gaan halen. Ik hoop het van harte. Ja. Maar het is wel heftig, denk ik. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. Elke 3 maanden komt er een video online met hoe het staat met onze Challenge Accepted. Hoe ver we zijn geraakt en of we momenteel nog on schedule zitten. En zijn jullie benieuwd naar de 60 boeken? We gaan gedetailleerd in ons blogverslag schrijven welke 60 titels we effectief in het potje hebben gestoken. Dit kunnen we doorheen het jaar, kunnen we zelf kiezen of we dan ook een lijstje op de blog zetten wat we kunnen afstrepen. Zo kunnen jullie op de blog ook meevolgen als jullie willen. En perfect zien welke boeken hier allemaal in verstopt zitten. Ja. We zijn klaar om lotjes te trekken. Maar om te kijken welke lotjes het zijn geworden, moeten jullie vooral de video TBR Thursday checken. Tot snel. Dag. Dag.